Hoi, mijn naam is Koen de Jong van Sportrusten. Welkom bij dit webinar over ademhaling. Ademhaling is een interessant onderwerp. Ademhaling is een bijzonder onderwerp. Aan de ene kant ongelooflijk simpel, iets dat je de hele dag door doet. Aan de andere kant zo complex en er zit zoveel mooie, leerzame waarheid in ademhaling, in oefeningen, in wat je daarmee kunt doen. Doel van het webinar is vooral, als je op dit moment nog geen ademhalingsoefeningen doet, dat je dan over een half uur aangemoedigd bent, geïnspireerd bent geraakt om echt met ademhalingsoefeningen aan de gang te gaan. En als je nu al wel met ademhalingsoefeningen werkt, hoop ik dat dit webinar een aanmoediging is om die oefeningen wat vaker, wat langer weer echt te doen. Want ik denk dat ik voor bijna iedereen spreek als ik zeg dat als je op een gegeven moment iets hebt gevonden wat werkt, en of dat nou hardlopen is, of dat nou koud douchen is, of dat nou mediteren is, of dat nou ademhalingsoefeningen zijn of yoga. Je hebt wel eens iets waarvan je denkt van joh, dit is zo onwijs krachtig, zo mooi, zo powerful. Waarom doe ik het niet wat vaker? Omdat in de waan van de dag schiet dit er toch weer eens bij in. Nou ja, ik hoop dat dit webinar een aanmoediging is om die ademhalingsoefeningen echt, echt, echt serieus te doen. En daarbij met wat aandacht, toewijding en discipline mee aan de gang te gaan. Zit jij al in het Sportrusten lidmaatschap? Dan is dit webinar vooral interessant als stok achter de deur om vanaf morgen echt, echt, echt iedere dag de ademhalingsoefeningen vanuit het Tem Je Brein programma serieus en goed op te pakken. Nou, even korte inleiding. Voor mij is mijn interesse en kennis in ademhaling begonnen al 20 jaar geleden. Van Stans van der Poel heb ik ongelooflijk veel geleerd over ademhaling in relatie tot hartslag. Toen ik als wielrenner daarmee aan de gang ging. Daarna heb ik het geluk gehad dat ik onwijs veel interessante, inspirerende types ben tegengekomen die veel doen met ademhaling. Onder andere Wim Hof, onder andere S.N. Guenca. Veel meditatievarianten, veel gewerkt met verbonden ademen. Weer een totaal andere techniek. En nou ja, er zijn zoveel interessante, mooie technieken en mensen die daar bevlogen en met passie en aandacht en kennis van zaken mee bezig zijn, dat ik daar zelf niet uitgeleerd raak en onwijs dankbaar ben dat die ademhaling op mijn pad is gekomen met alles wat dat teweeg brengt. Het is zo dat ik heb zelf een boek geschreven over ademhaling in 2009 alweer samen met psychiater Bram Bakker. In Verademing beschrijven wij verschillende technieken heel erg in relatie tot stress. En nou ja, toen waren we nog een van de eerste in 2009 die het hadden over ademhaling zonder dat de woorden yoga, mindfulness of meditatie genoemd werden. Mensen die affiniteit hebben met yoga, mindfulness, meditatie, die komen natuurlijk al duizenden jaren snel uit bij ademhaling. Maar als je daar geen affiniteit mee had, waren wij met Verademing een van de eerste die een boek schreven over ademhaling in relatie tot stress, in relatie tot gedachtes, in relatie tot verschillende oefeningen, zonder het in de hoek van de yoga, mindfulness, meditatie te doen. En niet dat ik daar zelf tegen ben, integendeel. Ik mediteer graag en ik vind het geen enkel probleem om dat zo te benoemen. Maar zeker in 2009 was er nog een grote groep mensen die geen affiniteit had met yoga, mindfulness, meditatie en die daardoor de interessante kennis van de ademhaling aan zich voorbij zagen gaan. Nou, daar is met Verademing voor een deel verandering in gekomen. We zijn nu bij de 27ste druk. Meer dan 50.000 mensen hebben dat boek gelezen. En nou ja, sinds die tijd zijn er ongelooflijk veel boeken over ademhaling bijgekomen. Iedere maand verschijnt er wel een boek over dat onderwerp. Ik heb zelf ook nog meer boeken geschreven na Verademing. En het is zo dat in al die boeken zit, is ademhaling nooit ver weg. Ademhaling in relatie tot kou, ademhaling in relatie tot hardlopen, ademhaling in relatie tot wielrennen en ademhaling in relatie tot het brein. Nou,
We gaan beginnen met dit webinar. Hier zie je Janneke Poort hardlopen op een strand. Omdat ik het zelf wel mooi vond om Janneke Poort ook even te introduceren. Voor mensen die in het Tem Je Brein programma zitten. Mensen die in het lidmaatschap zitten van Sportrusten. Je gaat Janneke Poort zeker veel tegenkomen. Het is een enthousiaste, inspirerende bron van energie. Dus op het moment dat je het even niet ziet zitten, op het moment dat je even een stok achter de deur nodig hebt, dan is Janneke Poorter om je een zetje te geven. En mijn naam is, zoals gezegd, Koen de Jong. En in dit webinar over ademhaling wil ik het hebben over fysiologie. We gaan mijn favoriete oefening doen. Echt een hele bijzondere, mooie, krachtige oefening gaan we doen. En voordat we daar naartoe gaan, eerst wat uitleg over fysiologie, over wat achtergrond. En nu is het zo dat als je echt met ademhaling aan de gang gaat en je gaat ervaren wat het doet, dan is eigenlijk die hele fysiologie, dan is eigenlijk alles wat je in woorden kunt vangen en er op intellectueel niveau over zegt, verliest zijn waarde, want je voelt hoe krachtig het is, je voelt wat het je brengt. Maar voordat je er echt met aandacht en toewijding mee aan de gang gaat en mee gaat werken, werkt het voor dat brein wel om even wat achtergrond te hebben, even wat uitleg te hebben van joh, waarom zou je überhaupt die oefeningen gaan doen. Nou, en dan zijn er drie belangrijke lijntjes met de ademhaling in je lijf. Eerste lijntje is ademhaling in relatie tot stressgerelateerde klachten. Tweede lijntje is ademhaling in relatie tot brandstof, tot energie. Derde lijntje is de rol van ademhaling in brein, in gedachten, in emoties. Nou, alle drie die stukjes zijn natuurlijk interessante kost. En we gaan beginnen met ademhaling in relatie tot stress. Ik zet even de presentatie zo aan dat je mij niet de hele tijd kunt zien. Ik zal daar een beetje in variëren. Soms kom ik weer even terug, soms niet. Maar ik wil eerst even met jullie je ademhaling tellen. Mensen die al eerder een webinar bij mij hebben gevolgd, mensen die al eerder een presentatie hebben bijgewoond, die kennen deze oefening wel. Het is een simpel oefeningetje om even vast te stellen hoe vaak je nu per minuut ademt. En als je het eerder al gedaan hebt, prima. Je kunt gewoon nog een keer meedoen, want het interessante met die ademhaling is natuurlijk dat dat doorlopend verandert. En ook als je oefening vaker doet, dan ga je alleen maar leren van hoe je op dit moment zit in die ademhaling. Want die ademhaling is zo'n mooie spiegel, zo'n mooi kompas voor waar je nu op dit moment bent en hoe het nu op dit moment in je lijf is, dat je eigenlijk altijd zo'n oefening tussendoor gewoon opnieuw erbij kan pakken en kan doen. En wat we gaan doen is we gaan kijken hoe vaak jij nu in 1 minuut ademt. Nou, hoe gaan we dat doen? Heel simpel. Ik zeg straks ja. Na 1 minuut zeg ik weer ja. En in de tussentijd tel je het aantal keer dat je inademt. Dus je telt gewoon het aantal keer dat je inademt. En als je dat 1 minuut gedaan hebt, dan weet je hoe vaak je in die minuut ademde. Als je nu het gevoel hebt dat je anders gaat ademen alleen maar omdat je het gaat tellen, weet dan dat je niet de enige bent. Dus de helft van jullie die raakt al een beetje zenuwpezig bij het idee op die ademhaling te moeten letten. En die gaat wat sneller ademen. De andere helft van jullie die ervaring heeft met meditatie, met ademhalingsoefeningen, zal misschien al wat rustiger gaan ademen door er met aandacht heen te gaan. Dus helemaal waarheidsgetrouw ten opzichte van voor het tellen is het niet. Maar het geeft wel een goede indicatie voor dat eerste stuk over die ademhaling in relatie tot stress. Dus ik zeg ja. Na 1 minuut zeg ik weer ja. Je telt het aantal keer dat je inademt. Ja.
Ja. Oké, dat was 1 minuutje. Nu is het zo dat als je dit webinar luistert en je zit gewoon op een bank of je zit op een stoel en fysiek doe je niets anders dan gewoon luisteren naar dit webinar, dan net je ademhaling tellen, dan is een ademfrequentie tussen 6 en 8 per minuut genoeg. Als je nu op 9 of meer zat, dan is dit webinar zeker interessant om te luisteren en om te kijken wat het je gaat brengen op het moment dat je met ademhalingsoefeningen aan de gang gaat. Want dan is de kans groot dat je sneller ademt dan fysiek gezien nodig is. En wat gebeurt er nu op het moment dat je sneller ademt dan fysiek gezien nodig is? Het is zo dat op het moment dat je sneller ademt dan nodig is, dan gaat je hartslag omhoog. Op het moment dat je hartslag omhoog gaat, gaat je hartslagvariabiliteit naar beneden. En dat zijn signalen voor je lichaam dat er iets te gebeuren staat. Je lijf staat aan, je reageert, je lichaam is in opperste staat van paraatheid. Nou, op het moment dat dit gebeurt, is er een hele kettingreactie aan fysiologische gevolgen die meteen gebeuren. En een van die reacties is dat je cortisol en adrenaline omhoog gaat. Een van die reacties is dat je spijsvertering wordt stilgelegd. Een van die reacties is dat je bloedsuikerspiegel omhoog gaat en dat je insuline aanmaakt. En alle reacties in je lijf hebben tot doel om fysiek in beweging te komen. Je lichaam herkent, hey, stress, gevaar. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of we gaan vechten of we gaan vluchten. Welke van de twee het ook wordt. Fysiek moeten we straks in actie komen. En je lichaam neemt daar heel slim een voorschot op. Nou, op het moment dat je een stressrespons hebt en er is daadwerkelijk fysiek reëel gevaar en je doet fysiek ook wat, dan is je lichaam heel snel daarna vanzelf weer terug in balans. Want na de stressrespons heb je fysiek een inspanning geleverd, of vechten of vluchten. Op het moment dat je daarna weer veilig en rustig bent, zal dat lichaam vanzelf weer terug uitgaan. En dat terug uitgaan, daarin zit de kunst. Op het moment dat jouw lichaam aangaat en uitgaat, op momenten dat het jou uitkomt, dan is je lijf in balans, dan is er niks in de hand, dan is stress prima, dan is stress krachtig. Maar op het moment dat er op een stressrespons geen fysieke reactie volgt, omdat er een virus is in het land die misschien wel weken, maanden duurt. Op het moment dat je stress hebt van werk, op het moment dat je in een verkeerd huwelijk terecht bent gekomen, op het moment dat je een moeite hebt met de opvoeding van je kinderen, op het moment dat je zorgen maakt om je ouders. Nou, wat het ook is, op het moment dat de stress langdurig aanhoudt en dat lijf is langdurig in opperste staat van paraatheid, dan gebeurt er iets in de fysiologie, waardoor het heel lastig wordt om terug in die ontspanning te komen. En wat daar gebeurt, heeft veel te maken met koolzuur. En ik zal er in dit webinar niet een biologieles van maken, maar even kort. We kennen allemaal nog wel van vroeger van de biologieles. Je ademt zuurstof in, je ademt koolzuur uit. Dat suggereert een beetje dat je zuurstof belangrijk is en je lijf in moet en dat koolzuur alleen maar afval is en je lijf uit moet. Dat is zeker niet het hele verhaal. Op het moment dat je namelijk ontspannen bent en je ademt rustig, dan is de verhouding zuurstof-koolzuur in je bloed 3 staat tot 2. Als de verhouding zuurstof-koolzuur in je bloed 3 staat tot 2 is, dan kan de zuurstof je lijf in, dan kan je zuurstof naar je darmen, dan kan je zuurstof naar je brandstoffen, dan kan je zuurstof naar spieren, organen, dan kan die zuurstof zijn werk doen in het lijf waar het nodig is. Op het moment dat je door stress, door onrust, door te snel of te diep ademen, die koolzuur afblaast, dan vernauwen die vaten en dan is die doorbloeding minder goed en dan zie je dat dat lichaam aanstaat en aan blijft staan. En dat die zuurstof je lijf niet meer in kan. Nou, een gevolg
Een lijstje met gevolgen van piekeren, hartkloppingen, vermoeidheid, gewicht. Je krijgt veel zin in zoet, bloeddruk, slapeloosheid en een matige focus en creativiteit is het gevolg. En om op een gegeven moment die cirkel te doorbreken, dat is heel lastig. Want we herkennen allemaal wel dat als je ergens over piekert, als je ergens stress van hebt, dat je brein daar altijd naartoe teruggaat op het moment dat jij ontspant. Dus als je overdag druk bezig bent, dan gaat het nog wel, dan pieker je misschien niet echt. Maar als je dan 's avonds in bed ligt, dan ineens komen de zorgen om je werk, om je kinderen, om je partner, de kop opspelen en wordt slapen moeilijk. Nou, en dat is iets dat wil je doorbreken. Je wil ontspannen op het moment dat het je uitkomt. En dan zeker op het moment dat je last hebt van stress, van burn-out-achtige klachten. En ik heb een mooi nieuwtje, want we hebben het Tem Je Brein programma kunnen onderzoeken. En het Tem Je Brein programma is een programma van sportrusten, waarbij we mensen 7 verschillende ademhalingsoefeningen leren. En niet om al die 7 oefeningen daadwerkelijk iedere dag te doen, maar om dan voor zichzelf vast te stellen welke 2 oefeningen voor hen goed werken. En om daar dan een ritueel van te maken die mensen iedere dag 10 of 20 minuten doen. En Simone Bruis den Oude studeerde fysiotherapie en die wilde onderzoek doen naar het effect van ademhalingsoefeningen bij mensen met burn-out klachten. En wat zij heeft gedaan is, ze heeft mensen op dag 0, op dag 30 en op dag 60 gevalideerde vragenlijsten laten invullen voor de behandelaars en de wetenschappers onder ons. Het waren de CBI, de Kopenhagen Burnout Inventory en de PSS-10. Die gevalideerde vragenlijsten liet ze mensen invullen. En wat bleek? Mensen die echt met die ademhalingsoefeningen aan de gang gingen, hadden na 30 dagen 23% minder stressklachten en hadden na 60 dagen nog iets minder dan die 23% minder stressklachten. Dus om aan te geven dat de oefening die we straks gaan doen, dat die ademhalingsoefeningen, nou ja, die we je eigen maken, die we gaan proberen, dat die echt veel impact hebben. Zelfs op het moment dat de stress heel hoog is. En ik voel altijd behoefte om dat extra te benadrukken, om dat extra duidelijk te maken. Omdat het voordeel van die oefening is dat ze heel eenvoudig zijn en dat je ze altijd overal kunt doen. Het voordeel van die oefening is dat ze echt ontspannen, dat ze echt werken. Maar het nadeel van de oefening is ook vaak een beetje dat ze zo ongelooflijk simpel lijken, dat je bijna vergeet dat het zoveel impact kan hebben. Maar ja, die ademhalingsoefeningen hebben veel impact op die klachten. En voor een deel zit hem dat in de koolzuurwaarde in je bloed die omhoog gaat. Nou, een ander gunstig effect van die ademhalingsoefening zit hem in je energiegebruik. Sinds ik zelf echt met aandacht en toewijding met die ademhalingsoefening aan de gang ben, merk ik dat mijn energieniveau gedurende de dag zoveel constanter is dan daarvoor. 15 jaar geleden, voordat ik echt met die oefeningen begon, merkte ik heel vaak dat ik enorm jojo'de gedurende de dag in mijn energie. Soms bruiste ik van de energie, vond ik dat ik zelf briljant, leuk en goede ideeën had. En dan ging ik wat doen, maar dan 1,5-2 uur later, dan vond ik die ideeën ineens niet meer zo goed. En dan was ik ineens een beetje moe en kakte ik in. En behalve dus dat gejojo was in energie, was het ook heel erg in stemming van me goed voelen en euforisch. En me daarna weer down voelen en me minder goed voelen. Nou, een combinatie van ademhalingsoefeningen en voeding maakt dat mijn energie veel, veel, veel constanter is. En arts William Kortvriend heeft mij een keer uitgelegd wat de link is tussen ademhaling en die energie, ups en downs. En die zitten hem in je vetvoorraden
en in je suikervoorraden of glycogeenvoorraden. Je ziet hier een poppetje die in zijn ene hand een kaars vasthoudt en in de andere hand een brandende krant. En die kaars en die krant die staan symbool voor de zuinige vetten in je lichaam en voor de energiesnelle suikers in je lichaam. Grofweg kun je stellen dat je twee brandstoffen hebt. Je hebt zuinige vetten, die kun je inderdaad vergelijken met een brandende kaars. Waarom? Op het moment dat je een kaars aansteekt, heb je licht. Op het moment dat je een kaars aansteekt, heb je warmte. Maar het vlammetje is klein, dus ja, je hebt licht, ja, je hebt warmte. Maar die energie, die komt langzaam vrij. Nou, zo is het met de vetvoorraden in je lijf ook. Ja, er komt energie vrij, maar die energie komt langzaam vrij. Nou, op het moment dat je energie sneller nodig hebt, is er een glycogeenvoorraad, een suikervoorraad. Nou, die kun je vergelijken met een krant. Je hebt meteen meer licht, je hebt meteen meer warmte, maar ook een nadeel. Het is ook sneller op. Nou, de term burn-out krijgt zo wel een heel letterlijk beeld mee, maar dit is eigenlijk wel wat er gebeurt. Mensen met een burn-out, mensen met stress, mensen met vermoeidheid zijn continu bezig om die snelle suikers als brandstof leeg te trekken en om die vetten als brandstof niet aan te spreken. Nou, dat is eeuwig zonde, want je hebt veel meer vetten dan suikers. Dus je wil dat je lichaam veel doet op die zuinige vetten. Die suikers hebben we in brandstof opgeslagen in onze lever, opgeslagen in onze spieren. Dan heb je ongeveer een uur tot vijf kwartier van die brandstof. Hoe kun je nou toch dan daar de hele tijd op teren en niet na een uur, anderhalf uur, twee uur alweer uitgeput zijn? Heel simpel, omdat we ongemerkt dat de hele dag ook aanvullen met voeding, met drinken. Dus iedere keer als wij zelfs thee nemen met honing of een boterham eten of een koekje eten of wat frisdrank nemen of wat vruchtensap nemen, we de hele dag door vullen wij die suikers aan, waardoor we de hele tijd daarop kunnen gaan leunen. Nou, die vetten, daar heb je veel en veel meer van. Ik maak zelf wel eens het flauwe grapje bij presentaties of lezingen, dat je heel makkelijk zelf kunt vaststellen voor hoe lang je die zuinige vetten als brandstof nog hebt. En dat is door vanaf vandaag te stoppen met eten en dan wel veel water te drinken en dan te kijken wanneer je overlijdt. Nou, dat is natuurlijk flauwekul, maar om aan te geven wat een enorme brandstof die vetvoorraden zijn. Want er zijn hongerstakers geweest, die hebben ze wel 40, 50 dagen volgehouden. Dus je moet beseffen wat er gebeurt, of sta er eens bij stil wat er gebeurt op het moment dat jij die enorme brandstof die je hebt aan vetten, dat je daar veel meer op kunt teren, veel meer op kunt doen. En dit geldt ook voor mensen die geen overgewicht hebben. Dit geldt ook voor mensen die gewoon een gezond gewicht hebben. Dat vet als brandstof is goud waard. Nou, op het moment dat je met die vet als brandstof aan de gang gaat, speelt natuurlijk ook voeding en ook hardlopen daarbij een belangrijke rol in voeding, door niet te veel te eten, door wellicht wat minder koolhydraten te eten, door wellicht intermittent fasting te doen. En met hardlopen, door dat lichaam te trainen om ook bij lage tempo's veel op die zuinige vetten te verbranden. Maar de link met ademhaling en die brandstof is heel simpel. Of niet simpel, maar dat is wat William Kortvriend mij uitlegde, is dat op het moment dat je sneller ademt dan nodig, op het moment dat je lichaam aangaat op een stressrespons, gaat die bloedsuikerspiegel omhoog. Nou, we herkennen allemaal wat er gebeurt als die bloedsuikerspiegel omhoog gaat. Op het moment dat we een taartje eten of een gevulde koek eten, dan gaat die omhoog, hebben we even energie. Na een uur, anderhalf uur, is die energiebron leeg en hebben we een dip. Maar dit effect kan dus ook al aangewakkerd worden zonder dat je eet, zonder dat je zoetigheid eet. Alleen maar omdat je lichaam in reactie op stress die bloedsuikerspiegel omhoog gooit en daarna een dip krijgt. Nou, hoe krachtig is het
op het moment dat we de dag beginnen, niet met hoge bloedsuiker, niet met paraatheid, gejaagdheid aanstaan, maar dat we de dag beginnen met ontspanning, met rust, met een lage bloedsuikerspiegel, zodat we de rest van de dag kunnen teren op onze vetten en die energieniveaus constant kunnen houden. Nou, en dat kun je dus voor een deel teweeg brengen met ademhaling, met ademhalingsoefeningen. Nou, en welke oefening dan mijn favoriet is en waar ik zelf het meeste profijt van heb en ongelooflijk veel mee doe en dankbaar voor ben dat ik die ben tegengekomen. Voordat we die gaan doen, wil ik kort nog iets zeggen over brein en gedachtes in relatie tot ademhaling. Want dat is en interessante kost en dat is een mooi opstapje naar de oefening die we gaan doen. Want hier zie je het menselijk brein. Het is het bekende plaatje die je veel ziet. Dat brein is opgedeeld in 3 lagen. De neocortex, het zoogdierenbrein en het reptiele brein. En die neocortex, oftewel die nieuwe schors, dat buitenste deel van het brein, dat is het deel van het brein wat mensen onderscheidt van dieren. Dus in dat deel van het brein zit ons intellect, ons leervermogen, ons geheugen, ons taal. Met dat deel van het brein zijn er mensen geweest die zo ongelooflijk slim zijn dat ze het voor elkaar hebben gekregen om computers en internet te bedenken. Zodat ik hier nu in Amsterdam in het zonnetje dit webinar geef en jij in heel Europa straks dit webinar terug kan krijgen in je eigen tijd, op je eigen plek, op je eigen moment. Dus die neocortex heeft ons als mensen ongelooflijk ver gebracht en daarin zit ons denken. Nou, in dat deel van het brein zit ook wel een nadeel, want met dat deel van het brein zijn we ook heel goed in staat om ons nu al zorgen te maken over iets dat pas over 2 weken is. En met dat deel van het brein zijn we ook heel goed in staat om ons nu nog steeds te ergeren aan iets dat al 2 weken geleden voorbij is. Dus ja, dat deel van het brein is krachtig. Ja, dat deel van het brein kan ons ook in de weg zitten. Zeker als we aangaan op zorgen en piekeren. Nou, daaronder zit het zoogdierenbrein. Het deel van het brein dat we delen met grote zoogdieren zoals woede, angst, plezier, liefde. En daaronder zit het reptiele brein. En dat reptiele brein, dat is in relatie met ademhaling een hele interessante. Want in dat reptiele brein huizen alle lichaamsfuncties die onbewust gaan. Dus in dat deel van het brein regelen we de temperatuur. In dat deel van het brein zit de hartslag, de bloeddruk, het knipperen van je ogen. Al die dingen waar je nooit bij stilstaat. En in dat deel van het brein zit ook je ademhaling. Nou, wat is nu het interessante? Op het moment dat je bijvoorbeeld je ademhaling gaat tellen, wat we net deden, ga je met je aandacht van die neocortex naar dat reptiele brein. En zie je dat meteen je brein terug in het lijf komt. Zie je meteen dat je je lichaam meer gaat voelen. Zie je meteen dat je dichter bij intuïtie komt. Zie je meteen, en dat klinkt een beetje vaag, maar dat je meer kunt handelen vanuit dankbaarheid, vanuit liefde. Zie je dat allerlei dingen die dat hoofd met dat rationele deel van het brein minder belangrijk vindt. Het moment dat je met aandacht naar die ademhaling gaat, kom je in diepere laag in je brein en ga je daar interessante dingen ontdekken. Nou, de oefening die ik nu graag met jullie wil doen is een hele bijzondere oefening. En in het begin zul je misschien denken, joh, wat is hier nou zo bijzonder aan? Dat kan, maar doe hem toch zo goed mogelijk mee. 5 minuten. Het klinkt heel kort, maar het is wellicht ook wel weer lang. 5 minuten ga je ademhaling niet sturen. Je gaat je ademhaling niet tellen. 5 minuten ga je ademhaling observeren in het driehoekige gebied. Dat begint tussen je ogen en het gebied bestrijkt tussen van je neusvleugels en dan boven je bovenlip. Dus in het driehoekige gebied observeer daar je ademhaling. Nou, op het moment dat je mond dicht hebt, weet je dus met je verstand dat de luchtstroom door je neus gaat en in dat gebied. Dus je hoeft niks te doen.
Observeer in dat gebied hoe voelt de ademhaling. Dit gaan we 5 minuten zo doen. En dan zal ik daarna vertellen waarom dit zo ongelooflijk leerzaam en krachtig is. Dus 5 minuten observeer je ademhaling in het driehoekige gebied dat begint tussen je ogen. Je neusvleugels bestrijkt en het gebied boven je bovenlip. Ja.
Oké. Ja, dit was onwijs leerzaam. Nu denk je misschien nog dat ik gek ben geworden van hoe kan dit nou heel leerzaam zijn, deze simpele oefening. Maar deze oefening is op lange termijn zo onwijs krachtig. En het voordeel van deze oefening boven alle andere oefeningen is, met een geleide meditatie, met een geleide ademhalingsoefening, met wat muziek erbij, kom je sneller in ontspanning. Is dat makkelijker? Maar op lange termijn is deze oefening zo onwijs krachtig, zo onwijs waardevol. En waarom? Is, je hebt ongetwijfeld gemerkt, als je deze oefening nu voor het eerst deed, dat dit een ramp was. Dat dit helemaal niet lukte. Want wat gebeurde er waarschijnlijk? Het kan een halve minuut geduurd hebben, het kan een minuut geduurd hebben, het kan anderhalve minuut geduurd hebben, het kan 2 minuten geduurd hebben. Maar op een gegeven moment betrapte je jezelf erop dat je aan hele andere dingen dacht. Dat je al lang niet meer je ademhaling aan het observeren was in dit gebied. Nee, je was met aandacht bezig met iemand die je nog een mailtje moet sturen, met een boodschap die je nog moet doen, met het feit dat je dit misschien een saaie oefening vond, met dat je wat last in je rug voelde of wat het ook was, was het. Maar er kwam een moment dat je niet meer met je aandacht bij deze oefening was. Nou, toen ik zelf deze oefening voor het eerst deed, werd ik ook helemaal gek. Het lukte me nog geen 15 seconden om die oefening te doen. Maar je kunt het je nu moeilijk voorstellen in het begin misschien. Maar op het moment dat je deze oefening heel goed beheerst, kom je op een gegeven moment gewoon op een punt dat je zoveel dankbaarheid voelt, zoveel liefde voelt, zoveel kleuren voelt. En nogmaals, dat klinkt heel gek als je er geen ervaring mee hebt, maar in deze eenvoudige oefening zit zo onwijs veel kracht en vermogen. En wat daarin een belangrijke rol speelt, is dat denken. Want wat heb je de afgelopen 5 minuten in ieder geval geleerd, is echt iets bijzonders. Namelijk, je hebt iets geleerd over je denken wat je niet voor mogelijk hield, waarschijnlijk. Want als ik jou voor deze oefening had gevraagd van joh, wie bepaalt wat jij denkt, dan had je hoogstwaarschijnlijk geantwoord, ja, dat bepaal ik zelf. Want wie anders? Maar op het moment dat je deze oefening doet en je merkt dat je met aandacht niet meer bij de oefening bent, maar aan iets heel anders denkt, dan heb je geleerd dat niet jij bepaalt wat je denkt, maar dat dat gewoon opplopt. Want het is niet zo dat je op een gegeven moment bewuste keus maakt, joh, ik stop met het doen van deze oefening en ik ga iets heel anders denken. Nee, jij was bezig met die oefening en ineens plopt er een gedachte op. Nou, waarom is dit zo belangrijk om te weten? Want die gedachtes, die bepalen voor een heel groot deel hoe jij je voelt. Als jij de hele dag door dingen denkt als mensen vinden mij niet leuk, ik ben lelijk, ik kan niks, ik heb geen discipline, ik deug niet, ik ben onaardig, waarom zit iedereen mij in de weg? Als je de hele dag door onaardige, vervelende gedachten hebt, is de kans groot dat je een beroerde dag hebt. Als je de hele dag door dingen denkt als, joh, wat ben ik dankbaar, wat heb ik betekenisvol werk, wat ben ik vrolijk, wat ben ik ontspannen, wat heb ik een hoop mooie, bijzondere vrienden. Als je de hele dag door aardige, mooie dingen denkt, dan is de kans groot dat je een goede dag hebt. Nou, ik heb zelf deze oefening voor het eerst mogen ervaren tijdens een 10-daagse stilte-retraite die ik beschrijf in mijn boek. Wat ik heel erg merkte was het effect dat het had gewoon in het dagelijks leven. Dus ik merkte bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, mijn zoon was 5, 6, 7 jaar oud. Die ging naar school en die kwam dan terug met verhalen over school. En als ik dan bij mijn zoon was, dan had ik heel vaak heel veel moeite om met aandacht echt bij mijn zoon te blijven. Want het was in een periode dat ik zelf bezig was met een boek schrijven, zelf bezig was met een onderneming, veel interessante, bijzondere types tegenkwam, zoals Wim Hof en dingen. En ja, ik was daar zelf helemaal vol van al die dingen die ik overdag deed en wat een impact dat had. Nou, nu had mijn zoon daar natuurlijk aan zich helemaal geen boodschap aan. Die was gewoon naar school geweest, die had iets gezien, die had iets ervaren. En die wilde met mij een balletje trappen of een spelletje spelen. Maar op het moment
dat ik dan wel met hem was, maar ik was zelf met aandacht bij mijn werk, bij hele andere dingen, dan merkte ik dat dat op een gegeven moment ook een beetje vervelend was. Dat mijn zoon wat geïrriteerd raakte, die merkte wel dat ik er met aandacht niet bij was, en dat ik zelf daar vervolgens dan geïrriteerd over raakte. En hoe ik zelf deed, maar ook hoe mijn zoon reageerde. Terwijl toen ik op een gegeven moment deze oefening eigen maakte, was een van de effecten die dat had, dat ik heel makkelijk kon switchen van een drukke werkdag met veel kansen of wat problemen, naar gewoon thuis met aandacht bij mijn zoon zijn. En nou, dat is op lange termijn natuurlijk zo onwijs waardevol. Want ja, dat was niet alleen met mijn zoon, maar dat was ook met een boek lezen. Dat was ook in gesprek met iemand anders. Dat was ook met ontspannen en rustig slapen. Het moment dat jij een instrument hebt dat je zelf kunt kiezen of je met aandacht in het nu bent bij degene met wie je dan bent, of dat je met aandacht bent bij de toekomst, bij plannen en ideeën, is dat natuurlijk onwijs krachtig. Nou, nu is het zo dat als je in die 5 minuten merkte dat je brein echt alle kanten opsprong en dat het één grote onrustige chaos was, en dat het heel lastig was om met je ademhaling erbij te blijven. Dat is precies wat wij doen in het Tem Je Brein programma, in het programma bij het lidmaatschap van Sportrusten. Om je met andere ademhalingsoefeningen dan deze langzaam aan te leren om met aandacht deze oefening te kunnen doen. Dus dit is de oefening die het meest krachtig en mooi is als het je lukt om deze oefening iedere dag 20 minuten te doen. En de impact die dat heeft, het is in de eenvoud van de oefening echt ongekend en prachtig. Maar er zijn andere oefeningen om in focus, energie en kracht te komen. Hier een foto van mij in een wak in Noord-Finland. Het is hier min 20. En waarom ik deze even wilde laten zien was, het was een fantastische week. Bij Marco Rink en Rick Koekoek van de Taiga School. En nou, wat je hier ziet, ik zit compleet ontspannen en rustig in een wak. Terwijl mijn lichaam natuurlijk in opperste staat van stress en paraatheid is. Maar dan zie je wat mindset, wat ademhaling kan doen. En het is niet moeilijk voor te stellen, als het al lukt, hier met zoveel fysieke stress in een levensbedreigende situatie om ontspannen te zijn, dat het ineens makkelijk is om ontspannen en rustig te zijn voor onze alledaagse stressmomentjes van een presentatie of ruzie met iemand of irritante telefoontjes die je moet doen. Dus dit kan het effect zijn van ademhalingsoefening op het moment dat je ermee aan de gang gaat. Nou, als je nu zegt van joh, ik zit in het Sportrusten lidmaatschap, ik ga aan de gang, dan zou ik zeggen heel veel succes. Ik zie je in de koffiehoek op Sportrusten, of ik zie je in de besloten Facebookgroep van het Tem Je Brein programma, of je weet me te vinden per mail of Janneke. Als je meer wil met ademhalingsoefeningen, als je meer focus wil, als je meer energie wil, als je meer kracht wil, als je in controle wil zijn over je eigen brein, dan kun je meedoen. Hier zie je een tijdlijn van het lidmaatschap van Sportrusten. We doen iedere maand iets anders. En moet ik er even bij zeggen, hier staat april Tem Je Brein. Maar het Tem Je Brein programma en het 5 kilo kwijt programma, dat zijn programma's die je kunt starten wanneer je wil en kunt eindigen wanneer je wil. En de uitdagingen die we verder nog doen, van een maand lang geen alcohol, tot een maand lang koud douchen, tot een maand lang goed slapen, hardlopen in duur 2, vroeg opstaan, intermittent fasting, een maand geen suiker, een maand iedere dag mediteren, een maand lang geen social media en een maand krachttraining. Dat zijn uitdagingen die we echt in die maand doen. Maar nogmaals, Tem Je Brein, 5 kilo kwijt programma, kun je op elk gewenst moment starten. In de programma's nemen we je 30 dagen bij de hand met verschillende oefeningen. Je kunt dingen bijhouden, je krijgt video's en instructies met alles erop en eraan. Nou, ik hoop dat je met ademhaling aan de gang gaat. Ik hoop dat je net als ik gaat ervaren wat een enorme impact het kan hebben en wat het je kan doen. Want aan de ene kant zo simpel, aan de andere kant zulke mooie technieken. Dat menselijk lichaam
met 100.000 miljard cellen is een wonder. Vol liefde, dankbaarheid, energie, power. Middels ademhaling, middels Temmie-brein. Kun je er weer een beetje bij komen? Ik zou zeggen, wij zien elkaar vast nog ergens. Of via een webinar, of ergens in levende lijven. Voor nu, ciao.